We gaan een talkshow 7:30, want die stopt ermee. Ja, de ambities waren groot, maar het doek valt voor 7:30. Talpa heeft besloten om vanaf volgende maand die talkshow niet meer uit te zenden op SBS6. Het scoort simpelweg niet goed genoeg, zeggen ze. Er is met een gemotiveerd team heel hard gewerkt om het programma te doen slagen. Maar de gewenste en de benodigde progressie blijft uit, zegt tv-directeur Marco Laurens van Talpa in een reactie. En toch gaat het deze ochtend heel veel over juist dit programma, 7:30. En dat komt omdat Jack van Gelder daar gisteravond te gast was. Over de werkcultuur en het grensoverschrijdend gedrag bij de NOS. Er hebben zich bij een inventarisatie 100 mensen gemeld. Minstens 2 meldingen blijken over Van Gelder te gaan, vertelde hij zelf. Een van die meldingen gaat over een jonge presentatrice van Studio Sport die Van Gelder belde toen hij in bad zat. De vraag was of hij haar mentor wilde zijn. En Van Gelder zei, naar eigen zeggen grappend, prima als je bij mij in bad komt zitten. Dat is blijkbaar heel hard aangekomen bij haar, zei Van Gelder zelf. En hij heeft inmiddels ook contact gezocht met de presentatrice in kwestie, over wie we nog niet weten om wie het gaat. En ja, die dame heeft de excuses wel aanvaard. Het is een opvallend moment, hè, gisteravond. Zeker, ja. Hoe heb je naar zitten luisteren? Nou, ik vond het eigenlijk best wel veelzeggend voor hoe dat ging. Kijk, Jill noemt nu het voorbeeld van dat badincident. Maar daarna was er ook nog een andere klacht die over hem is ingediend. Kennelijk, want we weten het nog niet zeker. We hebben dit alleen maar van de Volkskrant. Dat er een conflict was op de werkvloer over wie er naar een bepaald sportevenement gingen. En daar zou ook een vrouw tussen gezet worden. En die heeft hij vervolgens, omdat hij het daar niet mee eens was, hoer genoemd. En dat vind ik, als ik heel eerlijk ben, nog wel veelzeggender. Dat het kennelijk heel gewoon is om een vrouwelijke collega voor hoer uit te schelden als je niet wil dat ze meegaat naar een sportevenement. Ik kom zelf uit een organisatie waar ook het behoorlijk kon knetteren en waar we elkaar goed de waarheid konden zeggen. Maar dat is toch echt nog wel iets anders dan elkaar hoer noemen. Nou, absoluut. Ja. Er wordt waarschijnlijk nog wel meer over gezegd. Er komt vast nog meer naar buiten. Want er is dus een groot onderzoek gaande over die toestanden bij NOS Sport. Ik ben benieuwd.